Ik ben Hilde Langeraert. Ik werk in het Industriemuseum, het vroegere MIAT. De meeste mensen kennen dat nog onder die naam. Maar 2 jaar geleden zijn wij van naam veranderd. Ons museum bestaat 40 jaar, maar we hebben nu alle permanente tentoonstellingen vernieuwd. Dus ik neem jullie mee doorheen ons vernieuwde museum. We bevinden ons hier in Hugo de Smet Gecquier. Dat is een voormalige katoenspinnerij. Dat is een fabriek waar katoenbalen tot garen werd gesponnen en dat garen ging dan naar de weverijen. Een katoenspinnerij is de ideale plek voor een industriemuseum te huisvesten, want katoen was 250 jaar geleden echt wel de motor van de industriële revolutie. En die industriële revolutie die zou de wereld, maar ook België, Vlaanderen en Gent, de industriestad Gent, grondig veranderen. En dat is het verhaal dat we hier vertellen. Dus je hebt hier ook het fenomenale uitzicht achter mij. We zitten hier echt wel op de rand van enerzijds het historische centrum, waar dat eerst die fabrieken ondergebracht waren. En dan anderzijds de, wat dat men noemt, de 19e eeuwse industriegordel rond Gent. In de hoofdtentoonstelling over mensen en machines nemen we de bezoeker mee in het verhaal van 3 eeuwen industriële geschiedenis. Dus je loopt telkens door verschillende ontdekkingsboxen en in iedere box komen 3 mensen aan het woord. Dus het zijn telkens 3 verhalen van arbeiders, van technici, van fabrieksbazen. En doorheen hun verhalen, samen met fascinerende foto's, met allerhande objecten en machines, ontdek je het verhaal van die industriële geschiedenis. We bevinden ons hier in de eerste box. Dat is, we belanden in de pre-industriële tijd, dus de 17e, de 18e eeuw. Nu, voordat die industriële revolutie losbarst en je de echte fabrieken had, had je wel al het fenomeen dat er in de steden manufacturen en werkplaatsen opgericht worden. Dus dat waren productieateliers waar dat het productieproces echt gecentraliseerd werd. Hè. Dat was bijvoorbeeld voor porseleinwerkplaatsen, tabaksmanufacturen, maar ook twijnderijen. En het verhaal dat we hier bij onze twijnmolen, ons topstuk, brengen, is het verhaal van Marie-Catherine de Moerloze. Mijn vader was deken van de Gentse twijnders. Twijnen, wat is dat? Wel, twijnen, dat is dunne draden ineendraaien totdat je een heel sterk garen krijgt. En dat kun je voor alles gebruiken, om te naaien, om kanten te klossen, om boeken te binden. Na de dood van mijn vader ging het bedrijf over naar mijn moeder. En toen dat zij gestorven is, heb ik de zaak overgenomen. Maar dat gaf problemen. Dat kon niet. De nieuwe deken van de twijnder stond hier aan de deur samen met iemand van het gerecht. En ze zeiden mij dat enkel een man een twijnderij mocht hebben. Ja, zijn weduwe mocht dat overnemen, maar zijn dochter niet. Ik moest sluiten. Nou, en daar was niets aan te doen, hè. Jullie zien hier de Self-Actor. Dat is een spinmachine. Het is het grootste object uit onze museumcollectie. Het is 24 meter lang. En die spinmachine kan 540 draden tegelijkertijd spinnen. Veel bezoekers, als ze dat object zien, zeggen ze: ah, maar dat is die machine van Daans. Het is inderdaad de machine die in de film Daans te zien is, waar dat dan Milleke, het kindje, onder moet kruipen om de katoenafval te rapen en helaas door de machine gegrepen wordt. We vonden het heel belangrijk om het stuk op te stellen in de tentoonstelling over de industriële geschiedenis, omdat het een iconisch object is. Het staat echt in ons collectief geheugen geprent als een object dat ons herinnert aan de zware arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Wat weinig mensen weten is dat dergelijke machines echt nog tot een stuk in de 20e eeuw, bijvoorbeeld hier in Gent, in de jaren 30, 40 stonden er nog dergelijke machines soms opgesteld en in werking in de katoenspinnerijen. En zelfs tot de jaren 90 hebben dergelijke self-actors in fabrieken, in katoenspinnerijen in Oost-Europa operationeel geweest. Stoom zal letterlijk en figuurlijk de drijvende kracht van de industrialisering zijn.
Dus het wordt in de 19e eeuw de belangrijkste energiebron voor de industrie, maar ook voor landbouw. Man en water, wind, paardenkracht zal meer en meer vervangen worden door machinearbeid. En de steenkool die nodig was voor die stoommachines, men noemde dat het zwarte goud, dat was afkomstig uit het Waalse steenkoolbekken. Dus ja, in Charleroi, in Luik, ga je echt gigantische bedrijven krijgen. Dus steenkoolmijnen, maar ook ertsmatterijen, ijzergieterijen. Heel grote machineconstructeurs. Niet alleen in die regio, ook in Gent ga je dus grote metaalbedrijven. Dus die textielindustrie geeft echt een impuls aan die metaalindustrie en machinebouw. Bij ons hier in Gent waren bijvoorbeeld Karels van de Kerkhoven of ASEC. Dat waren klinkende namen. Maar ook bijvoorbeeld ABC, opgericht in 1912. En tot op vandaag is dat een toonaangevend bedrijf. Ze zijn vandaag aan de Wiedouwkaai gelegen. Onlangs hebben ze nog een dieselmotor geproduceerd die op waterstof en diesel draait. Een echte wereldprimeur is dat. We zijn nu in de late 19e eeuw beland, de periode vanaf 1870. In de geschiedenisboeken staat die bekend als de periode van de Tweede Industriële Revolutie. Dus nieuwe uitvindingen zien het levenslicht, ook communicatie en transportmiddelen zijn verbeterd en maken de wereld kleiner. Hier in deze box komt onder meer het verhaal van César van de Rostijnen aan bod. César is geboren in 1909 en werkte als dokwerker in de Gentse haven. Die Gentse haven was natuurlijk enorm belangrijk, geen industrie zonder haven. Vandaag de dag vinden die havenactiviteiten zich vooral buiten de stad. Maar je moet je inbeelden dat dat echt lang nog die Gentse binnenhaven en de gas- en de korenlei bijvoorbeeld kwam er in de jaren 60 nog altijd katoen toe. César van de Rostijnen die was geboren in de Muiden. Zijn vader was ook dokwerker en hij heeft dan hetzelfde beroep gedaan. En in zijn interview, dus we bewaren in onze collectie een interview met hem, vertelt hij dat hij door zijn werkkameraden werd hij de pastor van de dokken genoemd. Nu, wat moest César van de Rostijnen als dokwerker doen? Dus in de haven kwam dag in dag uit, ja, katoen kwam bijvoorbeeld daartoe, katoen uit Amerika, Rusland, Afrika, maar ook steenkool, hout voor de bouwindustrie. En ze moesten die schepen lossen en dat dan allemaal versjouwen. En natuurlijk vanaf de jaren 20, 30 komen er langzamerhand ook camions en wordt het werk iets minder zwaar. Maar dat was dus de job van César en dat is hij tot het eind van zijn leven blijven doen. Jaar terug, toen ons museum nog niet lang bestond, hebben ze een heel groot project mondelinge geschiedenis gedaan en zijn ze 80 mensen, arbeiders, die in de Gentse textiel gewerkt hebben, gaan interviewen. En een van die getuigenissen is die van Juliana de Korte. Juliana is geboren in 1901 en het gezin waar dat zij in opgroeit staat eigenlijk model voor het arbeidersgezin uit die tijd. Dus ze wonen in een klein beluikje, Klein Meerhem, dat was in de buurt van de Tolhuisbrug. Haar vader en moeder werkten allebei in de textiel. En zij zelf, toen ze 12 jaar was, is ze mee met haar vriendin ook gaan werken in de fabriek. Namelijk in de vlasfabriek. Die heette La Linière Gantoise. Dat was een heel grote vlasfabriek waar dan nu AZ Sint-Lucas is, de volkskliniek. Hier achter mij zie je bijvoorbeeld ook een diploma dat de fabriek had gewonnen in de 19e eeuw nog. Met dus de heel mooie staaltjes van vlasgaren. Dus het vlasgaren dat ze maakten.
Aanvankelijk, of dat vertelde Juliana toch in haar interview, wist haar moeder niet dat ze in de vlasfabriek gaan werken was. Ze deed dat eigenlijk stiekem om een centje bij te verdienen. Maar de vlasgeur, dat is nogal eigenlijk een heel indringende geur, die had haar verraden en dan is ze in de fabriek blijven werken. In 1913 is Gent het toneel voor de wereldtentoonstelling. Dat was echt een uniek moment. Dus na edities in Parijs, in Antwerpen, was het de beurt aan Gent. Dus de industrie en de naties konden dan hun florerende industrieën tonen en ook de nieuwste uitvindingen aan het grote publiek voorstellen. Om te gaan werken had Juliana altijd een witte schort aan en daar hing dan zo een touwtje aan. Met een schaartje, een knopenknipper noemden ze dat. Dus wat moest zij doen? Het vlasgaren werd afgedraaid op grote strengen. En zij moest kijken of dat daar genoeg toeren op zaten. En ook of dat daar geen knopen in zaten. En die knopen moest ze met dat schaartje eruit knippen. En dat dan ja, eigenlijk verzamelen, zoveel mogelijk. Want op het einde van de dag werd gewogen hoeveel knopen ze eruit geknipt had. En volgens dat gewicht werd ze ook betaald. In het interview, als ze zo terugblikt, zei ze van ja, eigenlijk het was hard werk. Maar op zich deed ik dat wel graag en was er ja, onder de jonge arbeidsters in de vlasfabriek was er wel veel sfeer. Want ze werkten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, maar over de middag hadden ze anderhalf uur pauze. En dan vertelt ze dat ze haar mondmuziekje, haar mondharmonica meenam. En dat ze dan liederen zongen en muziek speelde tussen de vlasmachines. We zijn hier ondertussen beland in de drukkerijafdeling van het Industriemuseum. Hier vertellen we het verhaal van drie eeuwen grafische revoluties. Dus van kort voor de eerste industriële revolutie tot dan vandaag, tot de 21ste eeuw. Al eeuwenlang rollen affiches, kranten, postkaartjes van de pers. Maar met de industrialisering stijgt de vraag naar drukwerk. Dus ja, om kennis en ideeën te verspreiden, voor reclame ook niet onbelangrijk. Dus ze zoeken daar naar manieren om sneller te produceren en steeds hogere oplages. Dus deze drukkerijafdeling, ja, zie je die imposante drukpersen, zie je fascinerende foto's en filmpjes, allerhande getuigenissen ook. En zo ontdek je het verhaal van die grafische revoluties en evoluties. Je ziet hier dus ja, echt het hele verhaal van de ambachtelijke houten drukpersen tot de computer en de online digitale wereld van vandaag. Om dus een tekst op te maken vooraleer hij gedrukt wordt, ja, vandaag doen we dat eenvoudigweg met de computer. Gaan we ons aan de computer gaan zetten en maken we een digitaal bestand aan. Maar eeuwenlang gebeurt dat op een heel ambachtelijke en trage manier. Dus de letterzetter die stond in de letterzetterij aan zijn zetbok. Daar zaten allerlei letters in. Dat konden lode letters zijn of houten letters. En ja, één voor één pakt hij de letters en leestekens uit de letterkast, zet hij die in de zethaak en daarmee wordt dan, die worden in de galei geplaatst en daarmee wordt de tekst gemaakt om dan vervolgens afgedrukt te worden. En nadien, dus als die letters gedrukt werden, moesten die terug gedistribueerd worden, noemt men dat. Dat werd door de leerjongens of de jonge arbeiders gedaan, want dat was ja, een heel saai klusje om al die letters in de juiste vakjes terug te leggen. Men zoekt dan in de 19e eeuw lang naar een manier om dat letter zetten en zal distribueren om dat te mechaniseren. En dan eind 19e eeuw wordt dan de Amerikaanse linotype uitgevonden. Dat was een heel ingenieuze zetmachine. En van die zetmachine hebben wij er enkele ook in de collectie. Wij tonen die operationeel, want het is natuurlijk heel belangrijk om die werking van die machine te kunnen uitleggen. Maar ook ons drukatelier tonen wij allerhande machines in werking, zodat ook de kennis en de technieken die vaak ja, in de hoofden van vakmensen zitten, dat die dan kunnen overgedragen worden aan nieuwe generaties en voor de toekomst bewaard kunnen blijven.
We zijn hier nu bij Clément en bij Stéphane. In de jaren 70 werkten zij als linotypisten in een zetterij aan de regelzetmachines. En vandaag doen ze dat hier bij ons in het museum. Die machines, ja, je hoort het lawaai, hè, dat maakt echt een indrukwekkend lawaai. Nu staan er hier twee machines, maar vroeger in die zetterijen had je echt hele rijen van dergelijke regelzetmachines. Hoe dat ze precies werken, dus als zij een letter aantikken op het klavier, dan valt er een matrijs uit het magazijn. Een matrijs is dus eigenlijk de gietvorm waarin dat de letter gegraveerd is. De machine spuit er dan lood in en spuwt dan de loden tekstregel uit. En met die loden tekstregels wordt er dan een tekst opgemaakt. Het drukatelier neemt echt al een belangrijke en centrale plek in deze drukkerijafdeling. Dus we organiseren hier workshops en de machines worden hier ook gedemonstreerd voor het publiek. We kunnen beroep doen op een hele grote groep aan vrijwilligers. Dat zijn gepassioneerde vakmensen die de machines onderhouden, maar ze ook tonen hoe dat ze werken. Ze maken er ook zaken voor de shop op die machines. We werken bijvoorbeeld ook samen met kunstopleidingen, want zo zorgen we ervoor dat die met die oude technieken, met die oude machines ook nieuwe creaties en hedendaagse kunst wordt gemaakt. Dus ja, dat drukkerijatelier, het drukatelier, is voor ons echt wel een heel belangrijk, het kloppend hart van onze drukkerijafdeling. Dit is hier de Heidelberg Cilinderpers uit 1970. Dat is een drukpers. Ze zeggen soms de Heidelbergs dat dat de Rolls-Royce zijn van de drukpersen. Deze machine stond al enkele jaren bij ons in depot. En dan in 2018 hebben wij een ontmoetingsdag georganiseerd voor drukkers. Hè. Dus die drukkers kwamen naar hier, schonken ons foto's voor de collectie. Ze haalden herinneringen en verhalen naar boven. En dan hebben wij ook kennis gemaakt met Jean-Pierre. Jean-Pierre is altijd leerkracht geweest eerst in het Higro. En daarna heeft hij een lange carrière bij Heidelberg, dus bij de drukpersenfabrikant, erop zitten gehad. En ja, hij heeft ons dan aangeboden om die machine terug in werking te tonen. Dus dat kwam natuurlijk voor ons als een godsgeschenk uit de hemel gevallen. En nu maakt hij deel uit van onze vrijwilligerswerkgroep. En ja, toont hij hier aan de bezoekers hoe zo'n cilinderpers precies werkt. En maakt hij er affiches mee, bijvoorbeeld, voor onze shop. We bevinden ons nu in de textielafdeling, dat is pas vernieuwde permanente tentoonstelling. De tentoonstelling 100% textiel, ja, die toont je hoe dat textiel gemaakt wordt. Van katoenpluis tot afgewerkt textielproduct. Je ontdekt als bezoeker de fascinerende verhalen van textiliens die in die fabrieken en ateliers gewerkt hebben. Mark werkte vroeger in Uco Brown, dat was een heel grote fabriek in de Gentse Maaistraat. En vandaag demonstreert hij hier de schietspoelgetouwen in het museum. Zoals momenteel is hij, zijn we gestreepte stof aan het weven, waar we dan keukenhanddoeken mee maken die we in de museumshop verkopen. En anderzijds ook ecru effenstof. En die gebruiken we om plantaardig mee te verven. Dus we hebben hier een verftuin in het museum. Die verfplanten gebruiken we om de stoffen te verven. En daar maken we dan toiletzakjes enzovoort mee. Je kan ook de kleurrijke stalen boeken bewonderen en heel veel stalen, textielstalen voelen. En de must-see ook in onze nieuwe tentoonstelling zijn de werkende weefgetouwen. Dus de machines worden hier ook in werking getoond. En we hebben een heel groot atelier waar de textieltechnieken aangeleerd worden. Waar de artists in residence komen werken. En geïnspireerd door onze collectie nieuwe ontwerpen kunnen maken.